de jaarbeurs in Utrecht. Nu is het hier nog rustig, maar over enkele ogenblikken zal dat drastisch veranderen. Heel wat mensen zijn hier naartoe gekomen om hun favoriete YouTuber te ontmoeten. Een plek waar fangirls zich de longen uit hun lijf schreeuwen. Waar het letterlijk aanvoelt alsof je beland bent in een mierenhoop. Waar fangirls naartoe komen om aan te schuiven in een rij. Waar gevochten wordt voor posters die uitgedeeld worden door je grootste helden. Een plek waar YouTubers rennen voor hun leven. De Dutch YouTube Gathering. Overal mensen die hun favoriete YouTuber willen ontmoeten. Het is het ideale moment voor YouTubers om hun geld te verdienen door het verkopen van kledij, petjes, goodiebags en andere gadgets. En om, net zoals op YouTube, hun sponsors eens goed te promoten. Ook advertenties zijn van de partij. En natuurlijk, het moment voor YouTubers om te zeggen dat ze het niet voor het geld doen. Ja, dat is iets daarbij komt, natuurlijk. Ik werk niet in de zomer, zoals mijn vrienden, en ik maak video's, dat neemt enorm veel tijd in beslag. Dus dat geld komt er wel bij, dat is gewoon, iedereen weet dat, maar dat verandert niks. Eens de fangirls hun prooi zien, lopen ze er hals over kop naartoe. Het is dan ook de ideale gelegenheid voor YouTubers om tienduizenden selfies te nemen met al hun kijkers. Om net zoals in hun filmpjes op YouTube heel enthousiast te doen voor de camera. Yo YouTube, Aston hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we op de Dutch YouTube Gathering samen met Media Raven. Super chill, doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Aston en ik zou zeggen, let's fucking go. En tenslotte, het is de beste vorm van een gezellig dagje uit met de kinderen.